Goedendag kijkers, ik ben Maïssa Neus en vandaag zijn we weer terug met een gloednieuwe aflevering van De Nieuwe Politiek. TTV Express in gesprek met de econoom Anand Bihari over het recent opgerichte instituut van de president ten aanzien van beroeps- en administratief recht. TTV Express in gesprek met minister Ramdin van Buitenlandse Zaken met de follow-up als het gaat om de zaken human trafficking van de Haitianen. TTV Express in gesprek met woordvoerder van de ABOP, de heer Humphrey Dundas, over de kwestie van de minister Pokkie. TTV Express in gesprek met ondernemer en cannabis-specialist D. van Aarde over het ontwikkelen van cannabis in Suriname. Recentelijk heeft de regering een commissie ingesteld om de hennepindustrie op gang te brengen. Er ontstaat heel veel ruis op dit moment als het gaat om de kwestie rondom de vervanging van minister Pokkie. Wij hebben contact gemaakt met minister Pokkie haarzelf, maar ze had geen behoefte om zich uit te laten over deze kwestie. DTV Express in gesprek met de ondervoorzitter van Strede, heer Gushan Alibux, over het beleid van de huidige regering. Hij geeft aan dat wij als collectief hebben gefaald en hand in bijt eigen boezem moeten steken. Dan pas zal er verandering komen in Suriname. Blijft u kijken. Met Anand. Goeiedag meneer Bihari. Welkom in de uitzending. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Recentelijk is er een artikel verschenen in De Ware Tijd waarbij aan wordt gegeven dat de president een nieuw instituut heeft ingediend voor rechtsbijstand en dat mensen rechtstreeks hun beklag kunnen doen en allerlei zaken. Maar het komt voor mij een beetje verwarrend over, omdat ik altijd heb geleerd dat er een scheiding is tussen de machten. En als mensen rechtsgeldigheid willen of rechtszekerheid willen, dat ze dan bij justitie en de rechterlijke macht zouden moeten zijn. Kan u ons een beetje concreet vertellen wat dit instituut zou moeten inhouden, naar uw interpretatie? Oké, kijk, in Suriname hebben we onvoldoende wetten wat betreft het bestuursrecht. Onvoldoende, hè? We hebben verschillende wetten waar er een bezwaarschriftprocedure is geregeld en een beroepsschriftprocedure is geregeld. Soms bestaat er een aparte beroepsinstituut vanwege een bepaalde wet. En daarnaast zien we eigenlijk dat de burger ook zich mag beklagen, zich mag begeven bij het geïnstalleerde constitutioneel hof sinds oktober 2019. En nu komt de regeringsleider met de mededeling dat hij een nieuw beroepsinstituut in het leven roept dat onder zijn functie zal vallen. En dat is opmerkelijk, want hij zegt eigenlijk dat zijn beroepsinstituut ook er geschikt voor is in beklag te komen. Maar een beklagprocedure, een bezwaarschriftprocedure, daarvan is het gebruikelijk dat het bij een bepaald departement tot uitvoering komt. Dus als je het niet eens bent met de wet rij- en voertuigbelasting, dan moet je je begeven bij de inspectie van de douane en invoerrechten, zoals dat heet, hè? Suborgaan van het ministerie van Financiën. Nu zien we dat de regeringsleider een beroepsinstituut verkondigd heeft en hij zegt de burgers kunnen in beklag komen, in beroep komen, dan wel een verzoekschriftprocedure starten bij dat instituut. En dat nu vind ik een beetje niet kunnen. Hè. Het mag niet zo geschieden. Want stel, een burger heeft bezwaar tegen een besluit dat afkomstig is van de regering. Hè? Bijvoorbeeld de deviezenbeschikking waarbij exporteurs verplicht worden hun exportomzetten terug te laten storten op een Surinaamse bankrekening. En daarbovenop nog 30% daarvan verplicht moeten inwisselen. Dat is nu een deviezenbeschikking. Valt helaas onder de deviezencommissie, maar dat mag niet. Okay? Nou zou een burger eigenlijk een bezwaarschriftprocedure moeten beginnen bij de deviezencommissie. En in beroep gaan,
Maar wanneer je dat wilt laten gebeuren, dan moet je ervoor zorgen dat de tweede instantie, hè, laten we zeggen rechtsprekende instantie, hè, dat dat een onafhankelijk orgaan moet zijn, bestaande ook uit onafhankelijke functionarissen, specifiek daarvoor aangesteld. Ze mogen geen dubbele functie vervullen. Waarom niet? Want we moeten ervoor zorgen dat het onpartijdigheidsbeginsel in acht wordt genomen. Burgers hebben recht op onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak eigenlijk. En het is een vorm van rechtspraak dat niet uitgeoefend mag worden door ambtenaren die helemaal geen, niet iedereen die in dat instituut is benoemd, heeft de studierechten achter de rug, heeft geen praktijkervaring als rechtsgeleerde, maar ook geen ervaring op het gebied van rechtspreken. Dat betekent dat de burger er niet op mag vertrouwen dat haar belangen goed gediend gaan worden, omdat het bemens wordt door personen die totaal geen ervaring hebben met rechtspraak. En maar wat is dan het doel? Wat is dan het doel van dit instituut? Als je het geen rechters zijn, het zijn geen juristen of advocaten, ze hebben geen ervaring daarmee. Wat zou dan het doel hiervan moeten zijn? Of is het weer gewoon? Kijk, voor de duidelijkheid, de voorzitter van het beroepsinstituut is een, hij heeft de meestertitel, dus we nemen aan dat hij rechtsgeleerde is. Alleen deze persoon heeft zich nooit bezig gehouden met rechtspraak. Hij is geen officier van justitie geweest bijvoorbeeld, hè? Of hij is ook geen advocaat-generaal geweest, maar ook niet een rechter in opleiding, studiegenoten, is geen rechter geweest, geen plaatsvervangende rechter geweest. Dus ik wil niet aannemen dat deze voorzitter van het beroepsinstituut gekwalificeerd is, deskundig genoeg is om een onderdeel van rechtsspraak in te vullen. Dat is een meest voorname bezwaar dat je tegen dit instituut kunt inroepen. En dat zou niet mogen gebeuren. Bovendien, als we besluiten van een minister, hè, daar het niet mee eens zijn, dan mag het niet zo zijn dat na een bezwaarprocedure je in beroep gaat bij dit instituut en het valt onder verantwoordelijkheid van de regeringsleider. Dat kan en mag niet, want dan zie je dat de regeringsleider eigenlijk twee petten op zet. Namelijk als hoofd van het beroepsinstituut, waar hij leiding aan geeft via de voorzitter die hij heeft aangesteld. Maar hij was ook hoofd van de regering, dus hoofd van een ministerie in die zin. Kunnen we zeggen dat hier weer sprake is van belangenverstrengeling? We noemen dat functievermenging. Hè? Er mag geen sprake zijn van functievermenging, vooral niet wanneer je onafhankelijke, onpartijdige rechtspraak moet laten plaatsvinden. Je moet een onafhankelijke, onpartijdige beslissing nemen ten aanzien van een besluit. En het mag niet zo zijn dat het valt onder één ongekwalificeerde personen die dat instituut bemensen, en ook niet de functievermenging vanwege het feit dat het instituut dat het besluit heeft genomen waar je bezwaar tegen hebt, tegelijkertijd leiding heeft over het instituut waar het beroepsgericht in behandeling moet worden genomen. Dat is functievermenging, dat mag niet plaatsvinden, waardoor je eigenlijk zegt dat er strijd met het onpartijdigheidsbeginsel ontstaat. En dat zou niet mogen. Ik heb ook een vraag. En bovendien, sorry dat ik u onderbreek. Er was ook een stuk opgenomen in het artikel waarbij aan was gegeven dat dit instituut bevoegd is om wetgeving en wetten te maken en na te gaan enzovoort. Maar is dat niet de rol van het parlement? Kijk, en daar overschrijdt natuurlijk de regeringsleider zijn bevoegdheden door te bepalen
dat een dergelijke handeling verricht mag worden en dat kan en mag niet. Hè? Je mag alleen een dergelijk beroepsinstituut hebben om in beklag te komen, je bezwaren te uiten ten aanzien van een bestuursbesluit. Dat is een algemene maatregel van bestuursbesluitbeslissing. Daarvoor zou een dergelijke beroepsinstituut verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Maar je mag daar niet komen klagen als je het niet eens bent met een wet. Hè? Dat is niet de juiste procedure. Als je het niet eens bent met een wet, dan zou je bij het constitutioneel hof terecht kunnen komen. Of gewoon bij de gewone civiele rechter zoals dat is. En jij weet, we hebben die weg bewandeld in zaken de wet rij- en voertuigenbelasting. We hebben toen meegemaakt, als ik dat voorbeeld mag gebruiken, wat er toen mis is gegaan. Wij waren in bezwaar gekomen bij de inspectie douane en invoerrechten. De inspecteur heeft onbetamelijk gedrag getoond door niet op onze bezwaarschrift te reageren, maar een advertentie, een mededeling in de krant te plaatsen dat hij onze bezwaarschriften afwees. De bezwaarschriften van burgers die ook rechtstreeks hun bezwaar hadden ingediend. Nou, dat is een onbehoorlijke handelwijze. Dat mag niet, dat kan niet. Maar dat is toen gebeurd. Vervolgens zijn we in beroep gegaan bij de president van Suriname. En dat was bij de vorige regeringsleider, meneer Boutersen. En hij was zo onbeschoft genoeg geweest om niet eens op onze beroepsschrift te reageren. Er was sprake van machtsmisbruik, willekeur in de uitoefening van functies en dat mag en kan niet. Dat betekent dat wanneer rechten van burger bescherming behoeven, dan is het nodig dat we te maken hebben met een onafhankelijke, onpartijdige rechtspraakinstituut. En daarvan is geen sprake. Daarom zouden burgers dit moeten verwerpen. Deze gang van zaken is niet de aangewezen weg. Men zou het bestuursrecht in Suriname moeten ontwikkelen en wetgeving daarvoor moeten maken ook. Dat is de eerste prioriteit, zou ik zeggen, in plaats van een administratief beroepsinstituut onder de presidentschap onder te brengen. Dat kan en mag niet gebeuren. Dus al met al kunnen we meegemaakt hebben toen. Al met al kunnen we concluderen dat dit weer een teken is van slecht bestuur. Natuurlijk, want het recht op een fair trial, dat kun je niet verdedigd krijgen als je het op deze wijze inricht. En dat is van belang. Je moet erop kunnen vertrouwen dat er sprake zal zijn van een fair trial, van een eerlijk proces, waarin jouw beroepsinstituut niet waarmaken. We hebben het uit ons recente verleden meegemaakt in 2019, toen we de wet rij- en voertuigbelastingprocedure hadden gedaan. Eerst administratief bewandeld via de inspectie, dan bij de presidentschap en vervolgens bij de rechter beland. Het is van belang dat we de burgers erop wijzen. Ze zijn niet verplicht deze weg te bewandelen. Ja? En een vraag aan u, wat is er nodig voor Suriname om het rechtszekerheidsgevoel onder de burgers weer terug te doen brengen? Want op dit moment zijn er heel veel mensen in Suriname die geen geloof hebben in het systeem, omdat, net als wat u zegt, vaak belangen spelen, de rechterlijke macht is onderbemand, het OM is onderbemand en noem maar alle problemen die we al kennen. Wat zou naar u... Dan moet je dat probleem, we moeten geen symptoom bestrijden met pleistertjes, begrijp je? Als je zegt, we hebben een tekort aan rechters, los dat probleem dan op. En dat nu wordt doorkruist. Dus we zien eigenlijk dat deze regeringsleider eigenlijk laat zien dat hij weinig verstand heeft van het geldend wettelijk kader en
het geldend rechtelijk kader. Je organiseert iets, maar het is niet in overeenstemming met internationale verdragsverplichtingen zoals dat heet. En dat zou niet mogen gebeuren. Dus het is aan de burger om dit vast te stellen, dat deze regeringsleider handelt als een autoritaire leider. Hij bepaalt en hij laat gebeuren, terwijl hij tegelijkertijd op dat moment in strijd handelt met internationale verplichtingen, wat betreft er zorg voor te dragen dat de burgers onafhankelijke, onpartijdige rechtsbescherming kunnen krijgen. Dat is essentieel. Als je zegt, ik wil een democratische rechtsstaat hebben, dan moet je zorgen dat dat proces van rechtspraak de onafhankelijkheid en onpartijdigheid in acht neemt. En in dit geval is daar geen sprake van, los van het feit dat de leden van het instituut onvoldoende gekwalificeerd zijn, onvoldoende competent zijn om die functie te vervullen. Dank u wel, meneer Bihari. Goeiedag, meneer Dundas. Hoe gaat het met u? Ja, goeiedag. Dat u? Dat maar is aan nieuws van DTV Express. Zou u ons misschien kunnen vertellen wat er precies aan de hand is als het gaat om minister Pokkie? Want er is heel veel ruis in de samenleving en die man die echt precies weet waarom er überhaupt wordt gesproken over vervanging. Kijk, ik zou de gemeenschap willen geruststellen om tussendoor te zijn van luister. Laat ze wachten op officiële berichten als de partij of de regering met een verklaring naar buiten komt. Dat wordt geacht te zijn officieel. Voor nu zijn het alleen maar geruchten hier en daar, geruchten hier en daar. En dat is eigenlijk, zo zeggen, laten we wachten op de officiële berichtgevingen. Maar er zijn ook inmiddels artikelen verschenen in, waaronder de Ware Tijd, die wel het een en ander stellen. En waar ook diverse personen die betrokken zijn in de kwestie, waaronder meneer Leo Brunswijk, die erop hebben gereageerd. Dus als er nog niet een officiële verklaring is vanuit de regering, waarom wordt er dan wel met de pers gesproken? Kijk, meneer Brunswijk heeft in een hoedanigheid als Maron Kompas gereageerd, weet je. Dus hij is in die organisatie, samen met meneer Ravenberg, dat is een organisatie die zich bekommert om, zeg maar, de belangen van vooral de binnenlandbewoners. En toen heeft hij uitgekomen met de verklaring. En daarin hebben ze dus hun punten aangedragen. En dat is het. Dus dat is voor hun rekening. Maar nogmaals zeg ik van laten we gewoon de officiële berichten afwachten. Oké. Dus het gaat niet zo, of u wilt niet erop over uitweiden als het daadwerkelijk gaat om dat er te veel gronden zijn uitgegeven? Dus afgelopen zaterdag heeft de partij top zich hierover gebogen. En we hebben ook gesteld van dus dat de voorzitter van de partij, de heer Ronnie Brunswijk, en die zelfs zodanigheid ook als VP, dat hij dan zal uitkomen met, dus indien er iets is, dus dat hij de pers hierover te woord zal staan. In regeringskringen worden het een en ander ook al gezegd, weet je. Maar nogmaals, we moeten gewoon de officiële berichten afwachten in deze kwestie. En dat we de samenleving ook een beetje geruststellen, inderdaad. Nou, ik denk dat de samenleving pas gerust zou worden wanneer de officiële berichtgeving naar buiten komt. Heeft u misschien een indicatie wanneer dat zou zijn? Dat kan binnenkort. Dat kan heel snel. In elk geval, de partij is ook in de raad hierover. Een duidelijke standpunt zal zo kort als mogelijk worden geformuleerd. Nogmaals, het is de partijleiding ook om zich hierover uit te laten. En natuurlijk zal de partijvoorzitter zich heel binnenkort hierover uitlaten. Oké, dan wachten we het af. Dank u wel, meneer Dundas. Graag gedaan. Goeiedag. Hi, goeiedag, minister Ramdien met Maïssa Neus van DTV Express. Ja, goeiedag.
Goeiedag, dank u wel dat u tijd voor ons heeft vrijgemaakt vandaag. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Vorige week woensdag heb ik u gesproken bij de RVM. En u had toen aangegeven dat u de vertegenwoordiger van de Haitiaanse gemeenschap zou ontvangen voor een verder gesprek in zaken dat van de human trafficking kwestie. Heeft u inmiddels een follow-up als het daarom gaat? Ik heb inderdaad een delegatie van het consulaat van Haiti ontvangen met de consul-generaal, meneer Charles. En we hebben dus in hoofdlijnen gesproken over de omstandigheden waaronder Haitianen naar Suriname komen. En ook het transport, maar daarnaast ook het verblijf hier. En we hebben dus aangegeven dat Suriname dus met het onderzoek bezig is. Dat er een speciale commissie is. En dat zij dus gevraagd zullen worden ook met die commissie van gedachten te wisselen. We zijn niet in detail gegaan omdat ik niet wilde vooruitlopen op de discussies die zij zullen hebben met de commissie van onder leiding van de heer Chin Lip Si. Zij hebben alle medewerking toegezegd. Zij hebben ook wel begrepen dat er situaties zich hebben voorgedaan die zeg maar aan een nadere beschouwing onderworpen moeten worden. Maar nogmaals, we hebben niet in detail gesproken over individuele cases als zodanig, maar wel over het vraagstuk van dat het noodzakelijk is een onderzoek te doen. U heeft gisteren bij wel ingelichte kringen aangegeven dat u een beetje teleurgesteld was in de Franse ambassadeur over de wijze van hun communicatie en ook dat u tot op heden geen rapport of bewijs in ieder geval onder ogen hebt gezien. Maar ik heb 2 weken geleden de defensieminister, mevrouw Matura, geïnterviewd. En zij had toen aangegeven dat ze daadwerkelijk was op de hoogte van de klachten van de Fransen. En dat ze inderdaad een rapport had ontvangen, maar dat ook lokaal, dus in Suriname zelf, er nog onderzoek gedaan moest worden. Omdat je natuurlijk niet van andere mensen hun informatie kan uitgaan zonder eerst je eigen informatie te verzamelen. Zou u dit een beetje nader kunnen verklaren? Nou, er is geen conflict in de statements van mij of van minister Matura. We hebben een diplomatieke nota ontvangen van de Franse ambassade, waarin dus eigenlijk de klacht wordt uitgesproken ten aanzien van het reizen van Surinamers binnen een bepaalde periode na aankomst. En dan zijn ze ineens in Frans-Guyana. Zij vermoeden dat documenten vervalst zijn en dat er mogelijk sprake zal zijn van mensensmokkel. Dan wel een andere vorm van illegaliteit. Maar dus dat heb ik ook ontvangen. Dat zijn de diplomatieke notas. Wat ik niet plezierig vind, omdat dat buiten elk protocol is, als diplomatieke missies hier te landen, naast het formeel diplomatieke, hun discussie ook in de media gaan voeren, voordat wij nog een onderzoek hebben ingesteld, dan wel een respons hebben gegeven. Dat is eigenlijk diplomatiek niet erg netjes. Daar heb ik moeite mee en dat is ook kenbaar gemaakt aan betrokkenen. Ik heb inmiddels ook contact met hem, dus deze week zal ik hem ontvangen om over het een en ander te praten. Maar wat ik zei, en daarom conflicteert het niet met wat minister Matura zei, de documentatie is ontvangen, maar dat zijn nog geen bewijsstukken. Wij moeten gaan onderzoeken of inderdaad de documenten die zijn overhandigd vals zijn of dat ze frauduleus zijn. En ten aanzien van het transport naar Frans-Guyana binnen een bepaalde periode, dat moet onderzocht worden. Pas dan hebben we bewijzen. En die dingen zullen onderzocht worden. We nemen het heel serieus. Want één ding waar ik zeker niet op mijn rekening wil hebben, op mijn bord wil hebben, is dat de schijn gewekt wordt alsof Suriname dit oogluikend zou toestaan. Dat is absoluut niet iets wat wij willen zien. Wij hebben internationale verdragen ondertekend en we gaan ons daaraan houden. Dus alles wat riekt naar illegaliteit in personenverkeer, of het nou smokkel is, dan wel andersoortige, misschien soms zelfs onder dwang hier naartoe komen en paspoorten afnemen en al dat soort dingen, daar zullen we niet aan meewerken.
Klopt het dat de regering op de hoogte is van de aanhoudingen van de heer Shaya? Want dit is wat de Franse ambassade ons kenbaar heeft gemaakt, dat ze ook de regering van Suriname over deze zaak hebben ingelicht. Bent u daarvan op de hoogte? Nee, daar ben ik. Aanhouding van de heer Shaya bedoelt u? Ja, de heer Sean Mixon, of Saya, de Saya autohandelaar die de Haitianen naar Suriname transporteert. Ja, nee, daar ben ik niet van op de hoogte. Weet u hoeveel het kost om een vliegtuig van de SLM te charteren? Want we hadden minister Yubitana gevraagd, maar hij is me nog een antwoord. Nee, ik weet dat niet precies. Het zijn waarschijnlijk verschillende bedragen. Het is afhankelijk van heel wat factoren. Maar nee, ik zou zo uit het oog zeker niet weten wat het kost. Maar daar kan SNL waarschijnlijk meer duidelijkheid over geven. Oké, dank u. En tot slot zou ik ook graag van u willen weten, zou u ons misschien een beetje meer kunnen vertellen over de kwestie van minister Pokkie? Omdat er heel wat reus is op dit moment. En we zien dan verschillende artikelen verschijnen via Star News, via De Ware Tijd. Heel veel gegeven. Heeft u daar misschien een statement over? Nou, het enige wat ik wil zeggen is dat, wat ik in wel ingelichte kringen ook gemeld heb, is deze kwestie is op het bord van de president. Het is zijn primaire verantwoordelijkheid. Hij is uiteraard ook in coalitieverband overleg met de voorzitter van ABOP. En we moeten dat proces even rustig afwachten. Er wordt naar gekeken. En we weten dat er duidelijkheid moet komen en die duidelijkheid zal er snel zijn. Oké, dank u wel, minister, voor uw tijd. Ja, graag gedaan, mevrouw Nuis. Goeiedag. Fijne dag. Goeiedag, meneer Gulshan Alibux. Dank u wel dat u tijd vrij voor ons wil maken vandaag. Ik ga gelijk bij de deur in huis vallen. Wat is uw mening over het beleid van de zittende regering? Jammer genoeg is het een beetje weer hetzelfde. Kijk... Als stree hebben we jarenlang gestreden omdat we echte verandering wilden. We wilden weg van de status quo. De samenleving heeft weer gekozen voor de status quo. Hoe dingen altijd zijn gebeurd. Ik ben niet verrast over de situatie, dus hoe deze regering te werk gaat. In mijn mening is het marginaal beter. Marginaal beter van slecht is nog steeds slecht. Oké, dat is kort maar krachtig. Mocht Stree in deze positie zijn, of in een betere positie zijn, bijvoorbeeld hypothetisch, we waren gekozen in het parlement, wat zou men dan in deze omstandigheid van u of van de partij mogen verwachten? Heel harde maatregelen. We zien de samenleving nu al schreeuwen uit woede en agressie. Ja, bepaalde dingen kunnen niet. Bepaalde ministers mogen bepaalde uitspraken niet plegen. Stree zou het volgens mij erger te verduren krijgen van de samenleving. Omdat veel van de maatregelen die wij wilden nemen, de samenleving ook hard zouden raken. Er is een leuk voorbeeld van de SLM waar ze nu trachten een oplossing te zoeken. Mensen met vervroegd pensioen gestuurd zouden worden. Of ze willen mensen van de SLM met vervroegd pensioen sturen. Dat was een van de beleidsregels die Stree ook had opgenomen. Maar dan zou dat gelden voor het ambtenaarapparaat. We zouden mensen vrijwillig de keus geven. Hey, wil je met vervroegd pensioen? En als je dat niet wilt, uiteindelijk gaan die maatregelen nog steeds komen. Als je niet vrijwillig weggaat, dan gaan we je wegsturen. Uiteraard met een grace periode van een aantal jaren. Maar kijk, er zijn een heleboel maatregelen die wij als land moeten nemen. We kunnen ervoor kiezen om het uit te rekken. En jarenlang in een sudderende situatie te zitten. Of we gaan het vrij hard aanpakken en de dingen veranderen die, waarvan wij vinden die moeten veranderd worden. Verandering gaat niet komen door niks te doen. Dus de samenleving moet maar kiezen. Willen we het slechte wat we kennen behouden? Of willen we het goede wat we niet kennen geen kans geven? Ik ga toch even advocaat van de duivel spelen. Omdat iedereen wist dat maakt het niet uit wie aan de macht zou komen. We zouden het zwaar krijgen. Ongeacht welke partij daar zou zitten.
Maar als we nu kijken, deze regering heeft heel wat beloftes gemaakt voor de verkiezingen. Ook als je het mij vraagt, best wel wat ideeën gestolen van de activisten en nieuwe partijen toen de tijd. En heel wat zaken aangehaald die ze achteraf gezien vrijwel niet waar konden maken. Of we zien in ieder geval dat er keuzes worden gemaakt die lijnrecht staan tegenover de beloftes die toen zijn gemaakt. Kan je dan vanuit de samenleving begrijpen dat men zegt van ja, ho, jullie willen nu weer verzwarende maatregelen doorvoeren waarvan wij pijn zullen lijden? Want dit zijn mensen die een select groepje zijn, ze verdienen meer dan genoeg, dus hun zullen het niet zo drastisch voelen als wij. En dan toch moet de samenleving weer het gelach betalen. Dat is toch niet hoe het zou moeten zijn? Wie moet anders het gelach betalen? De mensen die debet zijn voor, of de oorzaak zijn van deze situatie, dat zou misschien een goede stap zijn. Het zou een goede stap zijn, maar wie is debet aan deze situatie? We kunnen het spelletje altijd zo spelen. We kunnen altijd iemand anders de schuld geven of we kunnen de vinger wijzen naar onszelf. Het feit dat een vorige regering er een potje van gemaakt heeft en vreed heeft zitten stelen... Iemand heeft voor die groep gestemd, net als hoe iemand voor de huidige regering heeft gestemd. Dan mag je die discussie gaan voeren, ja, het is maar zoveel, een zoveelste deel van de samenleving, niet relevant. Het democratisch proces is eenmaal zo. We stemmen, we kiezen. Dus het gelag, we kunnen niet zeggen, een deel van de samenleving, wat de meerderheid dient te zijn, bepaalt de regering, maar dan gaan we de andere kant de schuld geven van de situatie. Nee. Als wij zeggen dat de meerderheid gaat bepalen voor het totaal land, voor de totale samenleving, dan moeten we ook erkennen dat iedereen, de totale samenleving, ook het gelag gaat moeten betalen. We kunnen niet steeds de vinger wijzen van ja, we moeten het geld bij hun halen. Uiteraard moeten we mensen die hebben gestolen, die gelden moeten terugkomen. Dat geld terughalen is niet eens de oplossing. Als je dat geld hebt, moet je het goed kunnen gebruiken. Ik heb discussies gevoerd met individuen na de verkiezingen. Mensen zeggen, ja, kleine ondernemers moeten de kans krijgen om te gaan exporteren, et cetera, et cetera. Nou ja, dat is jarenlang geprobeerd, maar het gaat niet. Dus het is niet een kwestie van een paar enkelen die het land gaan redden. Elke Surinamer moet zich beter gaan gedragen, moet betere keuzes gaan maken. Nou, en if I'm honest, ik zie dat niet heel snel gebeuren. Omdat we jammer genoeg in een situatie verkeren waarbij ieder moet kiezen voor zichzelf. We hebben die luxe niet om een keus te maken voor het algemeen goed. En dat is jammer. Dus als ik het even mag samenvatten, u zegt hand in eigen boezem steken. Het volk van Suriname is medeverantwoordelijk. Want we kennen allemaal de uitspraak, het volk krijgt de leiders die ze verdient. En we hadden dus eigenlijk beter moeten weten. In aanleiding, ik heb verschillende politieke partijen gevraagd of ze de straat op zullen komen, waaronder de NDP, maar ook VHP, die zal dat natuurlijk sowieso niet doen, want ze zitten nu in de regering. En die animo is er eigenlijk niet, omdat men vindt van ja, het is een democratisch gekozen regering, dus we wachten rustig 2025 af. Wat is nou uw perceptie nodig om in 2025 voor de samenleving wel een andere keuze te maken? En welke rol kan Stree daarin spelen? Ja, klopt. We kiezen de leiders, we krijgen de leiders waarvoor we kiezen. Op straat gaan heeft niet veel nut, omdat, if we're honest, de huidige regering maakt keuzes die waarschijnlijk in retrospectie niet veel beter zullen zijn dan de vorige regering. Maar als we toen de regering niet naar huis hebben kunnen sturen, omdat de samenleving het toen ook niet wilde. Weet je, waar halen we het lef vandaan om te zeggen, ja, deze mensen moeten wel naar huis. Oké, that being said, 2025, de harde dingen moeten gezegd worden. Het is onze eigen schuld. Iedereen die klaagt dat ze het hard hebben nu, en dat is volgens mij letterlijk elke Surinamer, moet beseffen dat het hun keuze is. Je kan niet gaan zeggen, ja, ik heb niet gestemd voor de huidige regering. Maar je hebt wel gestemd voor de vorige regering misschien. En die heeft, bent niet gaan stemmen. Of je bent niet gaan stemmen, klopt. Weet je, dus of je nou in 2010 en 2015 had gestemd op NDP en de coalitie van toen, of je hebt gestemd in 2020 voor de huidige regering.
Geen van die regeringen heeft het toch goed gedaan. Dus wat maakt het uit wie er gaat zitten? Met andere woorden, jij hebt ervoor gekozen. Dus kijk, ik hou er niet van om te praten in termen van samenleving en wij. Het moment dat je dat doet, als je iedereen de schuld geeft, geef je niemand de schuld. Daarom zeg ik, en ieder die kijkt naar deze uitzending, jij bent schuldig. Ook al heb je gestaan heb je je best gedaan, je hebt geprotesteerd in 2017 en 2018 en 2019 en 20. Dan mag je nog steeds tegen jezelf zeggen, je hebt niet hard genoeg gevochten. Het verschil dat je wilde maken, heb je niet gemaakt. So we failed. En als we niet kunnen erkennen dat we ons werk niet goed genoeg hebben gedaan, dan kunnen we gaan zeggen wat we willen. Maar verandering begint toch bij jezelf? Dan moeten we het in 2025 gewoon beter doen. Oké, dus je zegt dat wij ook als actievoerders, als nieuwe politieke partijen hebben gefaald. Ik kan dat ook erkennen. En er zijn ook heel veel mensen die dan kijken en zeggen van ja, en dat is ook de reden waarom we weer hebben, of de stemslim campagne hebben gevolgd, of weer vertrouwd op de 6 partijen die al 45 jaar de macht hebben in Suriname, in welke vorm dat ook, zij het oppositie of coalitie. Wat is er dan wel nodig naar jouw perceptie, dat de Surinamer gaat zeggen van oké, er is nu eindelijk een alternatief. Wat definieert dat alternatief waar mensen dan wel achter zouden willen staan of wel geloof in zouden kunnen hebben of wel een kans zouden willen geven? Dus dat is echt die $1 million question voor eigenlijk elke Surinamer. Ook de Surinamer die die discussie met Stree heeft gevoerd van hey, we moeten iets anders gaan doen. Er zijn veel mensen die met ons die discussie hebben gevoerd, die met ons de gedachten ook hebben gedeeld en eigenlijk de ideeën die Stree heeft ook eigenlijk wilde voor een regering. Maar ze hebben nog steeds gestemd voor een andere partij. Het is een menselijk ding om te zoeken naar zekerheid. En wanneer je omringd bent door niet per se, Stree had geen track record. Alle andere nieuwe partijen hadden geen track record. Dus de samenleving kon niet kiezen of het goede mensen waren of slechte mensen. Nou, dus er was geen zekerheid daar. Geen keus is erger dan een slechte keus. Nou, dus ze kenden de partijen die er waren en die er dus nu zijn. Ze weten dat in hun achterhoofd was de huidige regering beter dan wat er zat voor een groot deel van de samenleving. Nou, dus ze hebben gekozen voor het slechte dat ze wel kenden, in plaats van het goede dat ze niet kenden. In alle kleine politieke partijen zagen ze geen zekerheid. Kijk, ik kan nu tegen jou zeggen, tegen de samenleving zeggen, ja, ik heb dat niet wat de huidige regering heeft. Ik ga niet een besluit nemen voor eigen gewin. Maar dat zeggen alle politici. Weet je, dus zo'n uitspraak ga ik niet plegen. Je moet maar als samenleving die kans wagen om iemand anders die nog niks negatiefs bewezen heeft, ook de kansen geven om negatief te bewijzen of niet. Want nu kies je voor partijen die al negatief hebben bewezen. Die al slechte keuzes hebben gemaakt in het verleden. Suriname is niet 12 jaar of 10 jaar onafhankelijk. We zijn sinds 1975 onafhankelijk. En er is constant een discussie wat er gedaan moet worden in het land. Constant moet er gewerkt worden aan, moeten meer exporteren, moeten meer aan productie doen. 45 plus jaar zijn we bezig aan het werken aan productie, dan waar ligt de fout? We zitten nu ook te wachten tot olie uit de oceaan komt, oceaanbodem. Niemand wil werken. Waar in Suriname worden slippers gefabriceerd? Of tafels. En goede tafels, hè. Er worden tafels gefabriceerd in Suriname. Deze tafel waar we nu achter zitten. Het is gemaakt door Nederlanders. Door Bruinzeel 40 jaar geleden. Met Surinaams hout. Op een of andere manier toen die bakra's hier waren. Mag ik die term gebruiken? Ik weet het niet. Anyway, ik ben niet politiek correct. Toen konden we wel kwaliteit fabriceren. Maar nu wij als Surinamers tafels maken. Is de kwaliteit ver te zoeken. Denk je dat als je nu een tafel koopt, dat betaalbaar is? Let wel, betaalbaar is.
dat het 40 jaar lang meegaat, deze tafel waar we zitten, is ouder dan ik ben. Is toch raar? We kiezen het zelf. En weet je, ik ga de huidige regering niet de schuld geven. Want ze doen precies wat ze hebben beloofd dat ze zouden doen. Want dat hebben ze in 2000 gedaan, in 2005 gedaan, in 2000. Oké, 2010 was de andere regering. Een diepe zucht, maar het is geen zucht van teleurstelling, maar het is een zucht van waarom zijn we zo hypocriet? Ik heb de voorzitter van Stree zo vaak horen zeggen, de samenleving is hypocriet. We worden aangevallen met hypocriete uitspraken. En dan denk ik, oké, je gaat mij iets verwijten, maar je kiest wel voor iemand die het heeft bewezen. Je verwijt mijn gedrag dat ik nog nooit heb getoond. Maar de mensen die het hebben bewezen, die daden hebben verricht, die ga je toch de kans geven. Weet je dan? Weet wat ik heb recentelijk een belangrijke les geleerd over politiek Suriname. Je moet geliefd zijn. Stree was niet geliefd. Dus dan maakt het niet uit of wat we zeiden waar was, men kon het niet ontvangen. Wanneer je in Suriname een bepaald type leider bent en je bent geliefd en mensen houden van je, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je hebt gedaan in het verleden. Ze zullen achter je blijven staan. En ik vraag me soms ook af waar dat vandaan komt. Weet je, van dat je inderdaad blijft stemmen of kiezen voor iemand die gewoon systematisch heeft bewezen niet het algemeen belang te dienen, niet Surinaams belang te dienen en eigenlijk gewoon puur daar zit voor eigen belang en zelfverrijking. Waar denk je dat dat vandaan komt als je kijkt naar de Surinaamse geschiedenis? Ik ben geen geschiedskundige. Het enige, kijk, vanuit mijn vakgebied, weet je, ik geef trainingen en dat soort zaken. En binnen de communicatieleer is er één ding. Ons gedrag wordt bepaald door twee delen binnen ons. Ons ratio, dus dat zijn onze hersenen die in staat zijn om dingen te leren, om ervaringen te onthouden. En ons primitief brein, dat eigenlijk instinctief handelt. Wij denken allemaal dat we heel erg ontwikkelde wezens zijn en dat we altijd keuzes maken op basis van onze rationeel gedrag. But it isn't like that. 90 of 99% van onze keuzes worden beïnvloed door ons primitief brein. Weet je, dat is dat klein stukje hier, je hersenstam. Die zoekt naar bepaalde zekerheden. En als jouw ratio die zekerheid niet kan geven, bijvoorbeeld ga ik voor een NDP stemmen of een VHP stemmen? In pot nat, ik weet het niet. Dus jouw primitief brein gaat zeggen, oké, wat weet je wel? Oh, Chan lijkt op mij. Oh, Boutsen lijkt op mij. Oh, Brunswijk lijkt op mij. Dan gaan we zo stemmen. Het grappige is, ik heb het bij NDP'ers gehoord en bij VHP'ers gehoord. Ze hebben het nooit publiekelijk gezegd, maar ik zal het ook voor publiekelijk zeggen. Wanneer we het niet zeker weten, dan gaan we etnisch stemmen. Omdat het is onze kudde. In welke kudde voelen we ons thuis? De mensen die op ons lijken, de mensen die onze cultuur hebben. Er is niks fout met een andere cultuur. Maar als het niet jouw cultuur is, dan ga je je niet thuis voelen. There is nothing wrong with that. Iedereen mag een kudde hebben. Maar je ziet dat we afgelopen verkiezingen hebben gestemd voor onze kudde. Dus het is geen rationele keuze die we hebben gemaakt. Het is een emotionele keuze die we hebben gemaakt. Ons primitief brein zei, weet je wat? Je kan geen rationele keuze maken. Ik ga die keuze voor je maken. That's it. En dan mogen we gaan discussiëren. Ja, maar het is niet zo. Weet je wat? Aan ieder die luistert en ieder die dit, die echt open wil nadenken over de keuzes die ze hebben gemaakt. Kies een meest recente belangrijke keuze in je leven. En ga na wat jouw beweegreden is geweest om die keuze te maken. En maak de fout niet door te rationaliseren after the fact. Want dat doen wij als mensen heel veel. We maken een keus en achteraf gaan we kijken wat voor rationele reden we kunnen verzinnen of bedenken om die keus te legitimizen, om het legitiem te maken. Dat moeten we niet doen. Ik vraag je nu, je hebt een belangrijke keus gemaakt. Wat heeft jou gemotiveerd die keus te maken?
Nou, en dan gaan veel mensen zien dat het een emotionele keuze is. Het voelde lekker aan. Het voelde zeker aan. Het kwam gewoon. Zelfde reden, waarom vind je je partner leuk? Het is geen rationele keus. Je gaat achteraf ga je rationaliseren. Ja, ik kan goed met die persoon praten. Ik heb een goede vibe met de persoon. Maar in eerste instantie, wat heeft je gemotiveerd om contact te maken met die persoon? Het is je primitief brein dat zei, hey, go for it. Dus, kijk, ik weet, we moeten niet iedereen over een kam scheren. Maar veel van onze keuzes worden gemaakt door niet onze ratio. Kijk maar naar alle reclames die je op televisie ziet. Weet, ik mag geen reclame maken, maar... Als Surinamers het even willen begrijpen wat ik zeg, er is een reclame dat het heel goed illustreert. Dat is van de welbekende Nike brand. En op YouTube zoeken even Colin Kaepernick Nike commercial. Of gewoon Colin Kaepernick en Nike. En dan ga je een reclame zien. Kijk naar die reclame, het is van 2 minuten of zo. En ga analyseren en kijk even wat er verkocht wordt. En dan moet je me zeggen of ik ongelijk heb. Na die reclame zijn toen alle schoenen uitverkocht geraakt, omdat het een boodschap was van hoop en niet zozeer verandering. Want uiteindelijk is er wezenlijk niets veranderd als het gaat om die hele kneeling situation in Amerika. Maar we dwalen af. We komen terug naar Suriname. Ik heb wel een laatste vraag. Wat mogen we van Stree verwachten in de toekomst? Oké, deze vraag hebben we vaker gekregen. En ik wil aan een ieder die of tegen Stree was of voor Stree was hetzelfde meegeven. De individuen en de leden van Stree hebben 3 jaar van hun leven opgeofferd om in hun vrije tijd en ook tijd vrijgemaakt naast hun werk. Ze hebben uren van hun werk gepikt om een politieke partij op te richten. Niet politieke campagne te voeren, maar we hebben een partij opgericht. Die mensen moeten ook de gelegenheid hebben om hun eigen leven op te bouwen. Ze hebben hun leven 3 jaar lang eigenlijk on hold gezet. Dus elke Surinamer die nu schreeuwt hoe slecht het gaat, ook voor hun gaat het slecht. Dus zij hebben ook de ruimte nodig om hun eigen leven op te bouwen. Nou, het zijn, zover ik weet, nog steeds zijn nog steeds even strijdvaardig, maar ze moeten prioriteiten stellen. Ze gaan niet voor een samenleving blijven vechten dat de verantwoordelijkheid heeft te geven aan de huidige regering. Die verantwoordelijkheid is niet gegeven aan Stree. En dat is jammer, maar daar hebben wij op zich geen issue mee, want dat is het democratisch proces. Maar dan moeten jullie Stree niet verwijten en vragen waarom houdt Stree zijn mond dicht. Stree houdt zijn mond niet dicht. De individuen in Stree zijn gewoon mensen net als jij en ik, en die moeten hun eigen leven ook opbouwen, hun eigen carrière ook gaan maken. En dat moeten we ze gunnen. Zodra er voor hun wat meer rust is in de tent, zullen ze sowieso weer kijken hoe ze richting 2025 zullen gaan. Goedemiddag, Dave van Aarde, naar mijn mening de cannabis specialist van Suriname. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat mensen die je nog niet kennen. Dus vertel, wie is Dave? Wat doet Dave? Zo, wie is Dave? Ik ben 42. Ik ben in Suriname geboren. Surinaams paspoort. Ik ben begonnen in de vuilophaal met mijn stationwagen. Heb toen alle stoelen eruit gehaald. 3 jaar later waren we de grootste in de particuliere sector. 10 jaar verder begonnen we de boorplatformen te accommoderen. En we zitten in de recycling. Een beetje in de media. Dat is voor de fun. En ik hou van toneel. Maar voor de rest ben ik dus nu bezig met een nieuwe industrie die we uit de grond willen stampen. En dat is dus de cannabisindustrie. En je bent nu al een tijdje bezig, want ik volg je op Facebook. Ik heb ook een mooie aanplant gezien. Zou je ons een beetje meer willen vertellen over wat precies het is dat je doet? Hoe doe je het en hoe zou het Suriname voordeel opleveren? Oké, ik moet wel zeggen dat toen we begonnen, hadden we geen ervaring. Dus daar heb je een bepaald beeld van hoe die industrie in elkaar gaat zijn. Gaandeweg hebben we heel veel dingen geleerd. Op dit moment draaien we op een laag pitje. Dat is eerlijk, vanwege COVID. En
We kunnen als bedrijf geen bankrekening openen. En als je serieus wordt genomen als bedrijf in de wereld, dan moet je een bankrekening hebben, want ze werken niet meer met cash. Dus we wachten eerst totdat alles in orde is. We hebben de afgelopen 3 tot 4 jaar hebben we heel veel research en development gedaan. In Suriname kunnen we onze eigen strains maken. We kunnen acclimatiseren. We kunnen de medicijnen maken. We weten ook welke soorten het goed doen. En we hebben ook gezien hoe de industrie eruit ziet in het buitenland. Toen we pas begonnen was eigenlijk cannabis een no-go. Als je het alleen maar in je mond nam, dan werd je al opgesloten. En vandaag de dag is New York City marijuana zelf legaal. Let wel, dat is niet waarvoor ik, waar ik naar streef, dat het gewoon wordt gebruikt als voor recreatie. Maar het is wel medisch, is het wel heel goed. En dat was eerst niet bekend. Onlangs is er nog een artikel naar buiten gekomen van het UMC van Nederland, dat 2 mensen zijn genezen van, met THC-behandeling. Dat is ook de kant waar de industrie op gaat. Dus ja, we hebben heel veel dingen ontdekt. En nu er een commissie eindelijk is benoemd, hoop ik dat ze ook openstaan voor hetgeen wij hebben ervaren en waarom onze kijk een beetje is veranderd op alles. Een tijdje terug bij onder de vorige regering was er al sprake over cannabis legaliseren, ja of nee. En hoe dat eruit moet gaan zien. Men ging daar niet voor recreatief, maar wel in ieder geval voor medicinaal en industrieel. Uiteindelijk, heb ik me toen nog ook een beetje in verdiept, zijn er ook een aantal vergunningen gegeven aan personen die inderdaad de interesse hadden om dus op grote schaal te gaan telen en voor de export en of verder te verwerken zoals jij dat hebt gedaan. Wat is jouw ervaring geweest sindsdien? Sindsdien? Wat voor dus? Laat me beginnen bij het begin. Heb jij een vergunning gehad toen de tijd? Ja, wij waren de derde die een vergunning kregen. Gek genoeg hebben wij, de heer Weert heeft het voor het eerst genoemd in de samenleving. Props daarvoor. Maar wij hebben wel echt die campagne gevoerd. Snap je? Je kan wel wat zeggen, maar je moet dan ook ervoor gaan. En wij hebben toen niet de vergunning gehad, meneer Weert wel. En nog een andere partij. Zij hebben tot nu toe, als ik me niet vergis, geen operatie draaiende. Er zijn nog een paar andere partijen, 30 of 40 om eerlijk te zijn. Ik heb met allemaal contact gehad. Er zijn een paar die nu wat planten in de grond hebben. Ze draaien wat testjes. Maar ze hebben gezien dat wat ons is overkomen, ze willen het niet meemaken. Want we zijn head first, we zijn zakenmannen. En ik ben niet iemand van de politiek. Als je mij zegt, je kan werken, dan wil ik gaan werken, want ik ben gekomen om te pompen. En gaandeweg bleef de politiek maar achter. En ik spreek geen politieke taal, dus ik kom niet altijd door bij die mensen, want ik zeg ze vaak wat ze moeten horen, niet wat ze willen horen. Dus mijn ervaring is dat het een hele toffe weg is geweest, met heel veel tikken. Het dal waardoor we zijn gegaan was heel diep, maar ik denk dat als je een grote berg wil beklimmen, je eerst door een diep dal moet gaan. En waar bent u nu? Want oké, er is nu een commissie ingesteld. Wat is uw verwachting van deze commissie? Wat zou de, want ja, de president heeft gezegd, er zijn mogelijkheden in deze industrie. En hij wil ernaar gaan kijken. Dus ik neem aan dat ze u en uw organisatie natuurlijk ook hebben geraadpleegd. Omdat u het op de grootste schaal heeft gedaan in Suriname. Dus natuurlijk ook, net als wat u eerder zei, van veel trial and error. Dus heel veel fouten gemaakt, maar ook veel lessen geleerd. Zaken die je dan als best practice toe kan passen. Wat verwacht u als het gaat om de commissie en in ieder geval de verdere ontwikkeling van deze industrie? Ik moet als eerste zeggen dat de commissie al contact met me heeft opgenomen. Twee leden zelf en vandaag heb ik de eerste vergadering. Ze zijn net in het leven geroepen en ze hebben nu al contact met me opgenomen. Dus ik ben heel erg ingenomen met hun drive. Degene die ik vandaag ga spreken, die is heel erg geïnteresseerd in gewoon cannabis, de plant en alles. Dus ik ga echt mijn tijd nemen om hem helemaal te educaten. Dat is vooral belangrijk. En ik hoop dat ze dus inzien dat, want ze hebben goed geschoolde mensen in die comité of in die commissie. En ik hoop wel dat men ook out of the box durft te denken wanneer ik ze die informatie geef. Want bijvoorbeeld, het is heel mooi dat we industriële hennep gaan ontwikkelen, maar wat we wel moeten weten is dat om industriële hennep alleen, dus als je bepaalde, door de zon is het moeilijk om onder die 0,3% THC te blijven. Dat is gewoon een feit. Dus als je alleen industriële hennep wil doen, moet je ook al gigantisch veel geld hebben. Want om bijvoorbeeld als je karton wil maken en zo, ga je dus minimaal 1000 hectare moeten ontwikkelen. En het apparatuur om die bomen te snoeien,
is een combined 3.0 moet je hebben. Toen we begonnen met deze branche wisten we het niet. Weet je, want niemand mocht vroeger planten. Maar als je een hempstok is ongeveer zo dik, wordt 4 meter hoog. Je moet een hele, hele scherpe houwer hebben. En een toffe powa om eentje neer te halen. Dat ding is verschrikkelijk hard. Dus je moet ook heel zwaar apparatuur hebben. En daarom wil ik dus met de commissie zitten. Want wat wij hebben gedaan als telers is, of nu zijn we bezig met research. Is, ik heb een systeem gevonden en ook een medicijnsoort die we kunnen maken. Waarbij dus de boeren, de lokalen, ook van kunnen profiteren. Dus ik hoop dat die commissie daarvoor ook open staat. Want het is heel mooi als je iets wil introduceren waarbij dus... We hebben bijvoorbeeld een kas in Suriname van 1000 vierkante meter met 600 zoveel lampen. Van 400 watt en van 600 watt. Die kas is al 2 jaar in een loods omdat ik niet genoeg stroom heb, elektriciteit heb om die kas op te starten. Dus, het is heel, dus daarom moet je dus naar een systeem gaan in Suriname waarbij je dus... outdoor moet growen en zo. Dus dat zijn bepaalde belangrijke dingen die we moeten weten. Wanneer outdoor growt, dan gaat het THC ietsje hoger zijn. Dus het hoeft niet super hoog te zijn, maar ze moeten wel dan... De ervaring leert dat... hoe moet ik het goed zeggen? Ik zal ze fijntjes uitleggen hoe het beter kan. Laat me het zo zeggen. Ik wil nog niet te veel zeggen, maar ik ga ze fijntjes uitleggen, zodat de boeren er wat aan hebben. Volk er wat aan heeft. Anders gaan gewoon de superrijken superrijk worden met die wet. Dus daar wil ik dan ook op komen. Wat denk jij dat als deze industrie op de juiste manier wordt ontwikkeld, wat de voordelen kunnen zijn voor Surinamers en de Surinaamse bevolking? Nou, dus mijn visie is dat Suriname een groene apotheek is. En met cannabis in zijn geheel, met CBD en alles wat erbij komt kijken. Denk ik dat wij de wereld naar ons toe kunnen brengen. Want wat wij allemaal willen doen is altijd iets exporteren waarbij de blanke man de prijs bepaalt. Maar wanneer wij met Surinaamse kruiden en alles medicijnen maken, dan gaan wij een center worden voor wat je noemt medische toerisme. En vooral met COVID, cannabis is een hele sterke antivirale stof, kan het je immuunsysteem ook boosten. Ik ga niet zeggen dat het geneest, maar het boost wel. En ja, ik denk dat wat je kan doen hier is dus dat al de mensen in het binnenland die illegaal groeien, want laten we elkaar niet voor de gek houden, er zijn veel velden, die jongens kan je juist adopteren. En in plaats van het criminelen zijn, je geeft belastinggeld uit aan die gevangenissen en hun brood elke dag, dan kan je belastinggeld bij die jongens gaan halen en het zijn ondernemers. En wie weet maken ze er een grote plantage van. Dus ik denk wel dat er is een bedrijf in Sint Vincent met wie we samenwerken. Ze hebben meer dan 1000 outlets in de wereld. En ze willen graag hier komen omdat ze nu niet kunnen groeien in Sint Vincent vanwege de vulkaan. Ze willen ons helpen om de hele wetgeving en alles, inclusief registratie van de patiënten, de hele reutemeteut, medisch en juridisch, helemaal in elkaar goed gezet. Ze willen hier komen. Dus en ik denk dat Suriname daardoor heel erg snel op de kaart gaat komen. Omdat we altijd zijn ook gezegd van, ja, het zijn osodresies. Maar het maakt niet uit hoe sterk die oogdruppel is. Een stroentje of een oogvirus gaat echt veel sneller weg wanneer ik een consacawiri erop druppel. Snap je? En wanneer we dus cannabis in dit resort kunnen bestuderen met de patiënten, met een heel registratiesysteem, dan kan je de Surinaamse producten ook laten bestuderen met die artsen. Want die artsen gaan komen. Ze willen komen. Er zijn genoeg artsen met wie ik contact heb. Specialisten en alles. Waardoor je ze ook kan attenderen op de andere kruiden van de Surinamer. Waardoor eigenlijk de lokale Dresimangs en de mensen van het binnenland ook kunnen gaan produceren voor dit resort. Voor dit gebied. En bijvoorbeeld Mungo is ideaal hiervoor. Marowijnen. Je hebt namelijk ook de Fransen die direct kunnen komen. Europa is dichtbij. Logistiek gezien is het top. Je hebt daar bergen. De mensen zoeken werk. Weet je, dus ik zie dat er heel veel potentie is. En in verschillende gradaties. En vooral in de medicinale wereld. Er zijn mensen die altijd zeggen van ja, Suriname is heel orthodox, heel traditioneel, heel christelijk. En we moeten niet alles wat ja, zogezegd de witte man internationaal doet overnemen. Want het hoeft niet per se te werken voor Suriname. En er zijn heel veel mensen die nog een heel ja, neerkijkende, neerbuigende houding hebben als het gaat om cannabis. En ook voor cannabisgebruikers. Wij zijn recreatief of medicinaal, je bent gelijk een junkie.
hoe ga je daarmee om? Maar wat is ook een boodschap die je hebt aan dat soort mensen die naar mijn perceptie meer uit vrees en onwetendheid reageren dan een goed geïnformeerde uitspraak te doen? Ik word helemaal enthousiast. Ik kon niet wachten om te beginnen met antwoorden. Het is heel simpel. Wie heeft jullie verteld in het verleden dat het niet goed was? Niemand in Suriname heeft ooit wiet, marijuana of iets in die zin bestudeerd, onderzocht. Het is diezelfde witte man naar wie jullie nu niet willen luisteren. Diezelfde man die jullie zei, marijuana is illegaal in Amerika, in Europa, de Suriname doet ook mee, de war on drugs. Diezelfde mensen hebben ze verteld en daarin zijn ze wel gaan geloven. Nu diezelfde mensen jullie zeggen dat ze zich hebben vergist en je medicijnen ermee kan maken en je mensen ermee kan helpen en je kan de industrie ermee opbouwen. En je hoeft niet al die jaren zoveel mensen op te sluiten. Alleen in Amerika zijn er miljoenen mensen hun levens vernietigd om een plant. Dat zou ik zeggen, dat waarom wij ze nu niet geloven, terwijl zij degene zijn die de informatie in je hoofd hebben geprint al die jaren. Niet dat alleen, ze maken er ook biljoenen mee, want ik ben even gaan kijken naar de stats van die staten. Niet alleen het geldstukje, dus ik probeer alleen te zeggen dat we zijn geïndoctrineerd, we waren gehersenspoeld. Het is gedaan met wat ze noemen orange media. William Hearst is ermee begonnen, hij was de eigenaar van de Times Magazine. Hij had namelijk een grote papierindustrie en met 1 hectare hennep haal je evenveel papieren als 1 hectare bos. 1 hectare bos duurt 35 jaar om te groeien. 1 hectare hennep, 4 maanden. Die man heeft puur vanwege economisch belang, heeft hij dat gedaan. Henry Ford heeft een auto gebouwd van hennep. Check het alsjeblieft. Reden auto's die waren gemaakt van hennepplastic. Het is sterker dan staal. Het was er al. Het is een industriebuster geweest. En vroeger was er niet echt social media en zo. Je had maar 1 of 2 kranten. Dus wat in de krant stond, dat is de waarheid. Dus ze hebben het gepompt. Toen was de tijd van de hippies. Die gebruikten niet alleen wiet. Ze gebruikten alles. En bijvoorbeeld in Suriname heb je vaker gevallen wanneer ik met mensen praat. Ja, nee, maar ik heb een neef. Hij is helemaal gek geworden. Ik zei, weet je, omdat er hier niet wordt gesproken over drugs in zijn geheel, denkt men dat doordat die jongen bijvoorbeeld alleen wiet heeft gebruikt, gek is geworden. Die mannen gebruiken alle troep. En dat is jammer. Je moet het bespreekbaar ook maken. Want iemand die drugs gebruikt is geen crimineel. Het is een patiënt. Iemand die geen drugs krijgt, wordt ziek. En in landen zoals Portugal worden die mensen in het ziekenhuis behandeld. Want die man ga je in de gevangenis zetten. Hij wordt gestrest. Hij gaat nog meer drugs gebruiken. Hij heeft een strafblad. Zijn leven gaat nog meer kapot. Zet die man in het ziekenhuis. Zet hem onder een infuus. Ga met hem praten. Waarom is die man begonnen met drugs? Die man is nooit wakker geworden, dacht je. Ik heb vandaag zin om heroïne in mijn bloed te zetten. Die man gaat door een heel proces, verliest zijn familie, heeft oorlog meegemaakt, verliest alles en kan de pijn niet meer aan vaak. En omdat er niemand is die die mannen helpt en in plaats van als een patiënt te zien ze nog meer in de gevangenis te gooien, gaan ze naar drugs en hebben ze niks met je te maken en gaan ze zich op straat misdragen en alles. Dat is het grootste probleem. Die mensen zijn patiënten en verslaving is een ziekte. Want je bent geen crimineel omdat je verslaafd bent. Vroeger toen ik opgroeide werd er gezegd, sigaretten zijn cool. Weet je hoeveel moeite ik heb om van dat ding af te komen? Ik heb er verschrikkelijk veel moeite mee. En als iemand me zou kunnen helpen ermee, by God. Maar als je mij geen sigaret geeft, 2-3 dagen hebben we een probleem. Dan ben ik geen crimineel. Begrijp je wat ik bedoel? Je bent het product van society. Maar we weten al deze dingen nu. En toch blijven we dezelfde dingen doen. En als je hetzelfde blijft doen, krijg je altijd hetzelfde resultaat. Dus step out of the box, man. Step out of the box. Het is een nieuwe tijd. Vroeger konden mensen ons zeggen, ja, dit is het, en dan moest je het geloven. Nu google ik, ik zeg je gewoon in je gezicht, brother, je jokt. Je jokt. En dat is het trieste. En vooral de vorige generaties, ze leven nog in die illusie. En eigenlijk is het triest. Want wij die nu de kennis hebben, vroeger was het omgekeerd, dan kijk je echt zo van, eigenlijk hoor je alleen jezelf voor de gek wanneer je in de spiegel kijkt. Want op een huisfeestje word je alleen maar uitgelachen als die man die nog vast is geroest in die tijd. Maar die tijd komt nooit meer terug. Dus liever draaien we gewoon bij en gaan we mee met de tijd. Want iets geks in Suriname is, als je een strookje wil halen, dan moet je rijden naar Combi. Dan moet je om te betalen, moet ik rijden naar Drambrandesgracht. En dan moet ik weer terug gaan met hetzelfde brief. Mimati. Al die mensen vervangen met één computerklik. Dus ik bedoel, we moeten bij gaan draaien met alles gewoon. En vooral met onze denkwijze. Het begint hier
En dan pas gaat de rest buiten veranderen. Zolang je hier vast zit en denkt dat het vertrouwde, niks komt zonder verandering. En verandering is altijd eng, maar als je niet een keertje wat anders gaat doen, ga je hetzelfde altijd hebben. Punt. Denk je dat indoctrinatie een rol speelt? Want oké, we zijn uiteindelijk heel diep gegaan en ik vind het super interessant, want ik ben het ook met je eens. Weet je, inderdaad, die mental shift, die Bob Marley song erover, weet je, mental slavery. En jaren later zie je het nog steeds gewoon voorkomen. En ik vraag me soms ook echt af van, wat kunnen wij als mensen doen om inderdaad de matrix te doorbreken? Begin je mond open te maken. Vanaf mijn oma, haar oma was slaaf. Dus toen mijn oma opgroeide, zei mijn oma dus altijd tegen mijn oma, en mijn oma heeft het natuurlijk aan ons geleerd en zo, sst, hou je mond, sst, zeg niks. Want je bent bang toch, je gaat klappen krijgen. En dat is ons altijd geleerd, hou je mond, hou je mond. Al weet, liever zeg je mij, Dave, je mond stinkt, asmati. In Suriname durf je niet te zeggen, want je fuck hem op, sorry, want je gaat hem jansen. Maar liever zeg je hem, want hij vindt het vriend waarom hij jaar in jaar uit geen vriendin kan krijgen. Want niemand durft die man te zeggen, maar als je gewoon weet, van, ik moet een mintje in mijn mond, dan heb je die man juist geholpen. En hier is, als je een mening hebt, ben je tegen die persoon. Terwijl kritiek is juist goed. Want wanneer iemand je bijvoorbeeld zegt, hey, de manier die je het zo hebt gedaan, je kan het eventueel ook zo doen. Hier is het, ja, je bent het niet eens, muiterij. Je moet er een echte leider luistert. Een echte leider luistert. Ik zei niet dat je alles als zoete koek moet slikken. Maar je kan niet... Het is gewoon te ziek voor woorden. Maar ja, we gaan nu helemaal ergens anders. Ja, ik begin helemaal chagrijnig te worden. Maar dus, ik moet eerlijk bekennen, dit is een stap in de goede richting. Ik ben enorm ingenomen dat na 4 jaar er werkelijk echt een commissie in het leven is geroepen die ervoor gaat. En ik kan alleen maar blij zijn hierom. Ik hoop dat wat eruit komt voor ieder voordelig zal zijn van de samenleving. Dat hoop ik van harte. Want uiteindelijk gaat dit niks anders dan race zijn in de toekomst. Het is een kwestie van tijd. Toen we hiermee begonnen waren er maar 4 landen die gelegaliseerd hadden. En nu zijn er volgens mij nog maar 4 landen die gelegaliseerd moeten worden. Dus het is gewoon een gewas in the end. Ik vind het wat dat betreft wel helemaal spannend. Ik volg je al een tijdje. En als je met jouw toestemming blijft, wil je natuurlijk volgen. Want we willen ook graag weten wat er uiteindelijk... Nou, je zal natuurlijk eerst met de commissie aan tafel moeten gaan zitten. Praten, kijken wat er mogelijk is. Hopelijk dat ze met je in zee gaan. Maar we zouden dan in de toekomst wel weer een follow-up met je willen plannen. Om te kijken hoe dit... Want het klinkt goed voor Suriname. En alles wat goed is, moet naar mijn perceptie op dit moment een kans krijgen. Ja, ik moet wel zeggen dat... Ik voorlopig radiostilte en alles, want ik bedoel, wanneer ik bezig ben met mijn werk, dan wil ik me focussen op werk. En wanneer de resultaten er zijn, dan pas wil ik wel erover gaan praten en zo. En Facebook ga ik ook eventjes off-grid. Ik had niet door dat het zo sterk was, maar goed. Ik heb vanuit het hart getypt. Maar mensen lezen het met een boze intentie, je moet het lief lezen, dus het minder zwaar. Is goed, dankjewel Dave. We blijven je sowieso volgen en heel veel succes toegewenst. En Suriname Power, we komen er doorheen. Yes. Beste kijkers, dat was het weer voor deze aflevering van De Nieuwe Politiek. Wij zijn morgenavond weer terug met een gloednieuwe aflevering. Fijne avond en tot ziens.